Dus eigenlijk zijn we begonnen, hebben we de bouwplaats overgenomen in einde jaar 2021. Nu zijn we een klein anderhalf jaar verder en hebben we de hele ruwbouw af. We zijn nu ook een heel eind verder met de gevel. Dus de holle kaart is nu op 60% ongeveer van de geveldichting. En nu is de afbouw net een maandje begonnen. En hebben we nog een klein jaar te gaan voor oplevering. Ja, dus een aantal uitdagingen die we hebben gehad is eigenlijk de strenge planning die we hebben gekregen van de klant. Dus eigenlijk maken we een volwaardig kantoor in een kleine 2 jaar. Hierop hebben we ook nog een aantal tussentijdse opleveringen van de vloeren meegenomen. En momenteel zijn we eigenlijk samen met alle partijen onze weg aan het zoeken om deze planning te realiseren. Samenwerking met alle betrokken partijen loopt buitengewoon goed. Vooral omdat we op een veilige manier het project realiseren. Gevelwerkzaamheden lopen voortvarend. De planning wordt gerespecteerd. Week 18 zullen we nagenoeg glasdicht zijn. Dat is buitengewoon knappe prestatie in deze tijd. Wat dit project heel bijzonder maakt, is natuurlijk dat we er voor de eerste keer een houtbouw werken in Wezig Nederland. Het is een heel duurzaam project. Alle connecties hout, beton, staal, beton. Alle facetten van de hybride samenstelling. Waar ik zelf heel trots op ben, is dat wij als Wezig Nederland een grote stap zetten voor het bouwen in hout en daarmee ook duurzamere gebouwen gaan maken. En daarnaast, persoonlijk voor dit project, vind ik dat we heel grote stappen hebben gezet, met name met het gebruik van BIM. Dat we eigenlijk door het goed coördineren van 3D-modellen van diverse partijen een redelijk foutloos project hebben kunnen maken qua uitvoering. Dat is heel goed gegaan.